Oké, okay, I see what you did there. Maar ja, wel een beetje te laat. Dan had je beter de eerste butt sucker punch kunnen doen. Nee! Hij heeft aftermath! Freaking Skuntank heeft aftermath. En nu is Smitty Yolo ook kapot. Yo, Nintendo fans! Welkom bij een gloednieuwe Baby Challenge video. Vandaag zijn we in Spike Mud City. En Spike Mud City is eigenlijk gewoon een gym. En Marnie wil hier ook Piers gaan uitdagen. En eigenlijk wil ik vandaag voor jullie weten voor de vraag van de dag wie jij toffer vindt. Marnie? Of Piers. Oh, en noem dan ook gelijk even je favoriete Pokémon van diegene. In de vorige video hebben wij Marnie verslagen en dat ging super moeilijk. Dat ging helemaal niet chill. Maar Marnie is eigenlijk de beste tegenstander die ik tot nu toe heb gehad in de challenge. Vandaag gaan we proberen om de 7e badge te pakken. Dus doe een duimpje omhoog en vergeet sowieso niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. Let's go, Piers. Ik kom eraan. Ik kom je halen. Kijk ze daar staan in dat steegje. Ik had jullie al lang gezien, makker en makkerin. Hij zegt, je wil langs mij. En ik wil niet dat je langs mij gaat. Dus dit wordt een battle. Oké, let's go. Kom maar battelen. Team jouw Grunty Hunty. Met je Linoonty. Linoonty. Riolu. Riolu is niet mijn allersterkste Pokémon. Althans, zijn aanval is volgens mij goed. Maar zijn verdediging is volgens mij niet zo heel nice. En hij doet Night Slash. Not very effective. Toch ongeveer 1/6 damage. En ik denk dat we hem one-shotten. Kijk, dat is wel lekker. Zolang we blijven one-shotten, gaat dit helemaal goed komen. Hoeveel Pokémon heeft deze gast eigenlijk? Bidoo gaat naar 48 alweer. Mantyke is pas level 44 en Munchlax 45. En de rest is allemaal veel hoger level. Oh, je hebt maar één Pokémon. Oké, chill. Ik kom eraan voor die 7e badge, jongen. Let's go. Oh, die chick die rent ook gewoon weg. Ik dacht, ik moet nu gelijk tegen die chick. Maar die denkt ook, nee. Ik ga niet battelen. Nee. Dat gaan we mooi niet doen. Nee, hoor. Nee, nu gaan we even hier chillen bij Mr. Mimpy Limpy. Ah, en nu ga ik jou battelen. Mimpy doet alsof je er niet langs kan. En dan ga ik jou battelen. Oké. Dan gaan we dat toch doen, mevrouwtje. Met je Tivol. Met je mooie snor Pokémon. Ben ik dan sneller dan Tivol? Nee, Tivol is ook alweer sneller dan ik. Ja, die Pokémon zijn nu wel allemaal sneller dan Riolu. Dat is wel even minder. Maar, nou, ze is ook allemaal not very effective. Dus dat is allemaal beter. En Tivol is ook in één klapje kapoetski, jongens. Hoppakeetje. Lekker op je bakkes. En Mantyke gaat nu naar 45. Dat is top. Altijd een fijn geluidje als je net hebt gewonnen. Oké, doei, dag. Ga maar rennen. Doei, dag. En neem even je Mr. Mimpy mee als je wil. Dag, doei. Mr. Mime. Weg. Ik heb nog meer te doen vandaag. Ik moet Piers verslaan. Doei. Ik ben wel benieuwd of Riolu de hele gym aan kan van Piers. Want ik denk het eigenlijk niet, jongen. Kijk, deze Cucaracha's eventjes gewoon lekker zo hoppakee uit de raampje springen. Moet dat nou allemaal kapot, joh? Jongen, man. Doe eens even rustig, joh. Zit heel je eigen stad te slopen. Lijken wel voetbalsupporters. Ik ben wel sneller dan Scrafty, toch? Ja, kijk, lekker. Oké. Nou, maar die gaat alleen niet in één keer kapot, die Scrafty. Die gaat ook Brick Breaky doen. Kijk, dat bedoel ik, jongen. Sloop me gewoon gelijk voor de helft. Dat is echt niet chill. De defense van Riolu is niet zo heel nice. Misschien moeten we hem even een ander item geven, zoals de defense boost. Wel, 3 Pokémon level 10 omhoog. Hoppa. Waarom de Riolu naar 49? Ja, jongens, jullie mogen niet evolueren. Ik weet dat ik jullie steentjes kan geven, maar die heb ik nog niet gevonden. Maar jullie mogen helemaal niet evolueren. Dat is nou het hele punt van deze baby-only challenge. Jullie moeten de hele game lang baby blijven. Oké, dag. Wil jij ook wegrennen? Dag. Oh, jullie rennen allebei gelijk weg. Nice. Kan ik weer even een potion gaan geven aan mijn Riolu? En pokeballetje oppakken. Max revive. En door. Ja, er komt straks een duo battle. Maar die is volgens mij daaronder dat... wat is het? Bruggetje? Of dat steegje daar zo? Oh, wacht. Er is weer een onzichtbare muur. Ah, je moet weer teruglopen. Ah, hier komen we aan met ratslag, overslag. Weet ik voor hoe die dingen heten. Ik heb nooit geturnd in mijn leven. Ik heb wel de kwart marathon gelopen, jongens. Zondag. Ah, dat was echt vet. Dat was echt vet. In de medaille. Die is zo mooi. Wat gaat Weevil doen? Die gaat even zijn klauwen slijpen. Maar, hè? Is het dan super effective tegen Weevil? Ja, wel. Ja, Brick Break is gewoon wel keihard super effective natuurlijk. Dag, doei. Munchlax naar level 46. Lekker. Ja, ze moeten nog wel even allemaal een paar leveltjes omhoog. Wil ik straks Leon kunnen verslaan, hoor. Ik denk dat Ryan al een moeilijk verhaal wordt. Oké, toppie. We mogen weer door. Ja. En dan moeten we hier onderdoor. It's a trap. Kijk uit. Het is een val. Je wordt in de val gelokt. Echt die dikke buiken van die gasten, jongen. Al hun shirtjes zijn te kort. Kijk dan. Kijk. Ah! Nou ja, alles kan tegenwoordig. Dus maakt ook niet meer uit. Tegen Skorupi.
en tegen Leopard. Oh, het is natuurlijk Drapion, hè. Het is de evolutie van Skorupi. Ik gok dat we Leopard toch in één keer kunnen verslaan strakjes. Leopard gaat wel voor Assurance op mijn Magby. En dat is lekker gelijk een critical hitje. Natuurlijk, jongen. Magby doet lekker... Oh, Fire Punch. Ik moest eigenlijk Fire Blast doen. Oh, nee. Ik heb de verkeerde move gedaan. Maar Leopard gaat in ieder geval wel kapot. Dat is mooi. En Drapion is de langzaamste van ons allemaal. Dus als hij me niet one-shot, dan moet het goed komen. Oh, hij doet Toxic Spikes. Dat betekent dat iedereen die nu in de battle komt, automatisch gepoisoned wordt. Maar ja, ik ga het gewoon afmaken met deze twee natuurlijk. En... Flamethrower natuurlijk. Niet Fire Punch. Flamethrower is veel sterker. Let's go. Ik denk dat deze Flamethrower Drapion wel kapot maakt, toch? Ja, 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 ja. Riolu hoeft niet eens iets te doen. Lekker. Nou, dat was het alweer. Ja, sorry. Kan er ook niks aan doen. Ja, ik ga maar lekker voorover staan. Ja. Zo gaat het soms in het leven. Soms heb je teleurstelling. Daar zal je mee om moeten gaan, jongen. Nou, ze zijn weer lekker weggerend allebei. Dat betekent dat het tijd is voor een super potion voor Magby. En dan staat Marnie hier. Hey, Marnie. Die zegt, doe niet zo stom. Het spijt me. Deze gasten van Spikemut, die vertellen me dat ze de stad hebben dichtgedaan voor mij. Ze hebben zichzelf vermomd als Team Yell. En om andere challengers te saboteren. Als de challengers niet bij de gym zouden komen, dan zou mevrouw Marnie de kampioen worden voor de Kampioenencup. Ja, lekker tactiekje, jongen. Maar het is niet helemaal eerlijk, hè. Maar we zijn er toch, joh. Kijk, we zijn toch gewoon aangekomen bij Piers, zijn concert. Let's go, Marnie. Let's go. Dat kunnen wij samen. Eerst ga ik hem beaten en daarna mag jij je broer verslaan. Wat zou hij eigenlijk nu zingen? Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something of someone. I don't know. Drop the mic. Badoomts. Wie is daar? Wie is deze grappie? Deze grappie is Rikachu. Let's go. Ik daag je uit voor een battle. En hij zegt, ja, maar dit is een simpele stadion. Oh ja, hier kon je niet Dynamaxen, hè, in deze battle. Nou, dat vind ik eigenlijk alleen maar beter, joh. Al die toxels daar. Ja! Ah, hij gaat even een lekker liedje zingen. Party Rock is in the house tonight. Gym Leader Pierce, let's go. Matches Craft, die ik dus niet in één keer kapot ga maken met Riolu. Wat een beetje jammer is. Hij wou iets doen met zijn ability, maar dat lukt lekker niet. Oh, Scrafty doet fake-out. Nee, jongen, doe dat nou niet. Dan kan ik nu even niks doen. Oh, dan kan ik nu wel wat doen. Maar ik kan je niet in één keer slopen. Ik ben altijd in de war met fake-out. En die andere move die altijd als eerst gaat en je dan ook flincht. Raak altijd in de war. Anyway, Scrafty is down. Lekker. Maar eerst gaan we nog even naar level 50 met Riolu. Nummer 2. Malamar. Oh, maar Malamar, die kon je niet raken toch met fighting moves. Malamar is toch ook ghost? Oh nee, die was psychic. En daarom was het niet super effective als je fighting moves doet. Ja, moet ik bug of fairy hebben? Maar dat heb ik allebei niet. Oké, Magby. Jij mag weer, jongen. Het is weer jouw beurt. We doen dit als een team vandaag. Let's go. Daar is die Malamar. Malamar's gonna mess you all up with its contrary ability. Ja, laat maar zien dan, jongen. Laat maar zien. Let's go. Laat maar zien wat je hebt, Malamar, tegen mijn baby Magby. Let's go. Ik heb flamethrower voor jou. Wat ga jij doen tegen mij? Oeh. Foul play. Oké. Respect. Respect. Als ik nu een critical hit heb, dan heb ik hem down. Als ik geen critical hit heb, dan heb ik hem niet down. En ik... Oh, ik heb geen critical hit. Daar gaat Magby. Nee. Maar wel Flame Body. Oh, die had ik eigenlijk de vorige beurt moeten hebben. Want dan was die nu al eerder down. Oh, wat jammer. Maar ja, Malamar is wel gewoon down. Goed gedaan, Magby. Goed gedaan. Ik snap het. Je bent nog maar een kleine babytje. Dus ja, hey. Nu dan. Ga ik weer Riolu doen? Ik heb niet gezien wie hij eruit uitstuurde. Volgens mij komt dat omdat mijn Pokémon ook kapot was. Dan kwam dat volgens mij niet in beeld. Hij doet een Skuntank. De Skuntank hier wordt ook wel een probleem, hoor. Skuntank die gaat van Sucker Punch en Toxic, zegt Piercy. Ik ben wel sneller, toch, dan Skuntank? Nee, oh ja, Sucker Punch is natuurlijk altijd sneller. Maar geen probleem. It's not very effective, dus dat is prima. Ik heb ook geen super effective op hem, omdat hij ook poison is natuurlijk, Skuntankie. Maar met 3 moves zou ik hem kapot moeten hebben. Oh, oké. Okay. Nou, Piercy is het soort van aan het opgeven volgens mij of zo. Hij gaat zomaar Screech doen. Waarom doe je nou Screech? Je wil mijn defense naar beneden brengen. Oh, en daarna Sucker Punch doen, om mij alsnog te slopen. Oké. Oké, I see what you did there. Maar ja, wel een beetje te laat. Had je beter de eerste butt sucker punch kunnen doen? Nee!
Hij heeft Aftermath! Freaking Skuntank heeft Aftermath en nu is Mediolo ook kapot. Deze grap, jongen. Ah, lekker bij. Pierce heeft al vieze trucjes, man. Ik zeg je eerlijk. Pierce heeft echt die vieze trucjes. Jeetje. Oké, maar wie gaan we nu inzetten dan? Elekid? Let's go, Elekid. Let's go. Rocky Helmet. Als ik nu word geklapt door Pierce, dan krijgt de tegenstander ook damage door Rocky Helmet. Maar dit is zijn laatste Pokémon volgens mij. Obstagoon. Ja, sick. Sick. Ik denk, misschien gaat Obstagoon me wel slopen, man. Waaah! Ja, die staat ook op het podium bij jou, hè. Obstagoon is jouw echte ster. Maar ik heb wel low kick. Ja, en hoe zwaarder de tegenstander, hoe sterker deze move is natuurlijk. En ik denk dat Obstagoon op zich best wel zwaar is. Een derde eraf. Oh nee, hij doet counter. Ik zei je toch dat hij vieze trucjes had. Ja hoor. Hele vieze trucjes. Ik heb hem wel geparalyzed door de ability van Elekid en de Rocky Helmet. Damaged hem ook nog. Pierce gaat wel lekker, man. Laten we kijken of Mantyke het af kan maken. Ik twijfel. Mantyke is een kleine baby. Hele kleine baby. Maar misschien met Bubble Beam. Misschien is die wel geparalyzed nu, hè, Obstagoon. Als hij geparalyzed is, ja, dan is het gewoon chill. Oh, maar dan heb ik hem nog steeds niet down. Hij is inderdaad paralyzed, maar ik heb hem nog steeds niet down. Oké, ik ga voor Air Slash. Met Air Slash kan ik mijn tegenstander ook nog flinchen. Ja, hij beschermt zichzelf alleen. Maar dan heb ik dus kans op een flinch. En ik heb kans op een paralyzation. Dus dat is dubbel kans dat hij niet kan aanvallen. Let's go. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Pierce, die gaat zijn best doen. Nee, nee, niet op mijn keel schoppen. Oké, dat valt mee. Het deed niet zo heel veel pijn. Oh man. Hij is het echt aan het uitstellen nu hoor, want hij gaat weer verdedigen. Potverdorie, hij wil niet verliezen. Hij geeft niet op, het valt hem te prijzen. Het valt hem te prijzen, maar nu is hij denk ik dan toch echt klaar met deze Air Slash van Mantyke. Ja, lekker. Heerlijk. Heel nice. Lekker gedaan, Mantyke. Ja, goed gedaan, team, man. Maar hij heeft wel 3 van mijn Pokémon gesloopt, hè? Maar toch is de 7e badge gewoon van ons. Let's go. Ja, jongen. Ik heb je verslagen. Maar hij is blij dat hij een battle tegen ons heeft gedaan. Hier is de Dark Badge. Yo! En dat betekent, jongens, dat we nog maar 1 badge moeten, jongens. Alleen nog de Dragon-type badge. Waaah! Ja, iedereen is hier verdrietig. Maar daar heb ik niks mee te maken. Nou, Marnie, heel veel succes, jongen. Versla je broer even. Je kan het. Ik heb vertrouwen in je, man. Je hebt goede Pokémon. En dat betekent dat we moeten kijken waar deze aardbeving vandaan komt. We weten natuurlijk waar het vandaan komt. Want er zijn allemaal wilde Pokémon opeens gedynamaxed. We lopen alweer tegen het einde van de game aan, jongens. Lekker. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je de volgende aflevering ook wil zien. Kaboom. Ja, de volgende aflevering wordt echt kaboom. Jullie zien het. Het staat in beeld. Dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!